projecten die ik ga voorstellen aan de jury zijn eigenlijk projecten die ik gekozen heb omdat ze bijdragen niet alleen aan de vooruitgang van onze organisatie Brussels Airport Company, maar tegelijkertijd ook aan de luchthavengemeenschap Brussels Airport Community. En dus het eerste project is de Airport Center, Airport Operation Center, dat we gloednieuw hebben opgericht. Niet alleen voor mensen van onze organisatie, maar tegelijkertijd voor alle stakeholders op de luchthaven. Dat betekent dat wij op één en dezelfde werkplek gaan zitten, dat al die mensen dezelfde data beheren en dat het de samenwerking serieus bevordert en tegelijkertijd daardoor ook de decision making op in crisissituaties, op cruciale momenten alleen maar kan stimuleren en in de hand werken. Het tweede voorstel als project heeft te maken met het brengen van het HR-departement naar de digitale wereld. Het is zo dat eigenlijk er een grote noodzaak was aan update van technologie, maar daardoor hebben we er ook voor gezorgd dat alle activiteiten die geen toegevoegde waarde hebben van HR naar de business toe, dat we die maximaal hebben geautomatiseerd. En dus dat heeft ervoor geholpen dat wij ons kunnen focussen op value-adding activiteiten enerzijds en tegelijkertijd een tool aanbieden met data die we met iedereen van de organisatie kunnen delen en die het accent leggen op self-service. Zowel voor de medewerker enerzijds, maar ook voor de manager die hun teams hebben te leiden en te sturen op basis van die data. Dus focus op resultaten en veel minder op de processen die erachter liggen. En het derde project dat we hebben voorgelegd is eigenlijk het vitaliteitsbeleid. Dat we echt uit de grond hebben gestampt 2 jaar geleden voor onze organisatie. Omdat we er echt van overtuigd zijn dat de positieve dynamiek die we binnen een organisatie kunnen brengen, laat de zaken vibreren. Voor ons is het belangrijk dat er een spirit aanwezig is van positivisme. Waar mensen zich vitaal voelen, want ik ben er stellig van overtuigd dat vitale medewerkers echt wel leiden tot een vitale organisatie. Dus we hebben heel sterk ingezet de laatste 2 jaren op het welzijn van onze medewerkers. Of ze dan gezond positief zijn, of gezond actief zijn, of gezond in balans zijn. Voor ons is het echt van essentieel belang dat we daarop focussen en dit is echt een groot succes binnen ons bedrijf. De grootste rol van HR binnen onze organisatie is eigenlijk de focus op het ontwikkelen van onze organisatie. Ervoor zorgen dat wij een organisatie hebben die klaar is om alle uitdagingen waar dat wij mee te maken hebben aan kunnen. Of het dan is op vlak van de structuur van de organisatie, of het is op de juiste mensen in de organisatie te hebben en die juiste mensen dan ook nog op de juiste plekken te krijgen. Maar voornamelijk ook, en dat is een hele belangrijke, kleur geven aan de cultuur die echt ondersteunend, maar van cruciaal belang is om al die uitdagingen aan te kunnen. En die cultuur, dat is eentje waar heel veel veranderingen komen bij kijken. Ons bedrijf komt echt van heel ver, is geprivatiseerd geweest. We zijn echt naar verschillende fasen van groei, maar ook verschillende fasen van professionalisering geëvolueerd. En dus is het belangrijk dat we iedere stap die we zetten naar die nieuwigheid, naar die verandering, dat onze mensen daar van A tot Z goed in begeleid worden, dat we die change echt als change agents mee ondersteunen naar de business managers toe en dat die communicatie gestroomlijnd loopt en echt afgestemd is met de strategische doelstellingen die we bereiken en de kritische uitdagingen waar we voor staan. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel heel fier ben dat ik genomineerd ben voor deze HR Manager van het jaar voor 2016. Het is niet zo naar mijn gewoonte om aan zulke dingen deel te nemen, maar ik vind het wel leuk dat men heeft opgepikt dat onze organisatie de voorbije jaren enorm is geëvolueerd. En als ik dan zie dat ik daar echt wel een zeer actieve bijdrage heb kunnen toeleveren om daartoe te komen, dan ben ik best wel
geïnteresseerd en heel trots nu om te kunnen vertellen hoe we dat gedaan hebben, waarom we dat gedaan hebben en wat onze lessons learned zijn, want die deel ik natuurlijk wel graag met anderen.